allerlaatste dag in de Vuelta. De laatste etappe gaat naar Madrid. En de slogan van deze Vuelta is pure emoties. En ik ben wel benieuwd op welk moment de renners welke emotie hebben gevoeld. Wanneer heb je tijdens deze Vuelta de meeste blijdschap gevoeld? De meeste blijdschap? Toen we Poelma de etappe wonnen, was het toch wel heel speciaal. Dan fietsen ik de laatste 4 kilometer op, eigenlijk met tranen in mijn ogen. Van dat ik zo blij was voor dat we toch een etappe mee konden pikken. Ja, gisteren eigenlijk wel. Ik was wel blij dat het erop zat. Toen ik hoorde dat Alberto gisteren die etappe won, dat was wel de puurste emotie wat dat betreft. Ja. Ja, die aankomst zeg maar met de regen. Ik weet niet hoe die klim heet. Waar ik vroeger mijn Nibali toe volgde. Waar ik eindelijk de goede benen terugvond en eigenlijk de Vuelta goed liep vanaf toen. Wanneer ben je het meest boos geweest? Nee, ik ben niet boos geweest deze ronde. Nee. Nee. Niet op jezelf of op anderen? Ja, niet zozeer boos. Wel meer gefrustreerd. Wanneer heb je de meeste frustratie gevoeld? Gisteren eigenlijk. Ja, zeker. De eerste week hadden we een paar keer zo'n finish berg op. En als je dan 20 man voor je ziet rijden die van je wegrijden. En je moet weer alleen in de achtervolging, ja, dan begint het ook wel in je kop te spelen. Kijk, dat was wel gewoon een hoop frustratie die ik wel even een plek moest geven. En wanneer heb je de meeste liefde gevoeld? Eigenlijk al voordat we die etappe gewonnen hadden, ging het al wel een keer over hoe het gevoel binnen de ploeg is. En hoe dat we echt allemaal voor elkaar rijden en allemaal voor Alberto. En dat voelde toch wel echt als een broederschapsliefde, zou ik maar zeggen. Ja, gewoon van alle jongens. Als je zag hoe die jongens hebben gevochten de laatste dagen, ook gisteren. Die stijgen boven zichzelf uit en... dat geeft wel even emoties. Gisteren kwam ik ook de bus binnen, even douchen. En toen wisten de jongens ook niet echt hoe ze moesten reageren. Of ik nou teleurgesteld was of blij was. En toen zei ik al tegen de jongens van... Ja, ik ben gewoon heel blij met die 5e plaats en zo moet het ook zien. En ik ben echt super trots op jullie dat jullie zo voor mij gestreden hebben de laatste dagen. Als je dat een week van tevoren zou zeggen, dan zou je zeggen van... ja. Die jongens gaan afstappen. Zo zaten ze doorheen met wat ziekte en zo. En dan zie je gewoon dat ze zo terugkomen. Dat is geweldig. Ja, we zijn inmiddels in Madrid. Daar rijden de renners een rondje. En ik kreeg nog wel een leuke tweet van Pieter Stettina te lezen. Hij zei, wie mij als eerste na de finish IPA-bier geeft, die krijgt mijn wielershirt. Dat vond ik een mooie uitdaging. Pieter, I have something for you. Hell yeah, thanks man. Original IPA beer. Yeah, do you guys need a number and a jersey then, or just for me? Just for you. Oh, you just made my night. Should I open one for you? Yeah. Yeah? I'll open it? Of course. Cheers. RTL. Cheers guys. Dit was het, de Vuelta 2017. Ik heb nu 3 grote rondes gedaan. De Giro, de Tour de France en de Vuelta. Ik ben helemaal kapot. En wat betreft dat wielershirt, je mag die lekker zelf houden, want hij heeft er hard voor gewerkt. Skoda, supporter van Filemon on Tour.